Dit is Martin Kennelly, welkom terug op mijn kanaal. En ja, dit is de nieuwe intro die ik heb. En dit is de shader mod die ik geïnstalleerd heb. Oh, het ziet allemaal awesome uit. Oh, het ziet zo awesome uit. Dat is best wel een hele grote boom daar ook. En dan is de vraag van, is mijn geluid wel goed? Sound 23, nou, doe maar lager. Music 8. Oh, ik heb een nieuwe intro. Was het nou hout wat ik hier zag? Nee, grapje. Ik heb een intro gemaakt. Er zijn een aantal mensen die een introotje zeggen van, hey, kun je er een voor mij maken? Wil ik gerust doen. Ik zoek gewoon een mooi template op YouTube op. Of ja, zoiets. En dan zie ik wat ik voor jullie kan maken. Ik ben zelf niet zo creatief, maar ja, oké. Laat het even houden op Minecraft project en niet op een... Ik hoor helemaal niks van mijn geluid. Waarom ook helemaal geen geluid? Whatever. Oh, check die weed is gaan, jongen. Oké, maar we gaan even mijn inventory doen, want elke microproject die ik gemaakt heb, die is een beetje van... Ik zou het eigenlijk een beetje netjes moeten maken. En avontuur of cookies maken of mijn farm een beetje in orde maken. En hoeveel laat hebben we? 5 minuten, dat is perfect. Dan gaan we naar beneden. Mijn inventory, dat is nooit goed. Ja, hier heb ik daar mijn tools. Dit wordt mijn toolsbox. Die sword. Wat hebben we nog meer? Het is de bouwmateriaal. Waarom zit het? Oh, het zijn allemaal bouwmateriaal, dus. Nee, want dat kan wel in sexy wood. Iron ingots. Dat kan er wel in. Ik heb wel problemen met de server. Ik weet niet of het nog steeds zo is. In ieder geval, als het nog steeds zo is, dan is het nog steeds zo. Even kijken hoor. Oké. Ja, even kijken. Stone sword. Welke tools hebben we nog meer? Wauw, ik heb echt heel veel van die dingen. Zo, ook hierin droppen. Deze moet trouwens nog opgemaakt worden, dus die houden we even hier. We gaan nou even een ik zou hier nog een dinges voor moeten maken. Waarom laat hij me niet omhoog? Ik hoop dat het geluid nu goed is. Even kijken, wat heb ik hier voor tools in? Ik hoop dat het geluid nu goed is. Ik zit nou best wel heel dicht op de microfoon. Ik zit nou eigenlijk een beetje gebukt. Wow, ik heb echt heel veel van die tools overal random in. Ja, dit is een beetje een organize. Een beetje alles in orde maken, want... Waarom heb ik zo overal van die arrows? Ik heb overal arrows. Oh, in deze toevallig geen arrows, zo te zien. Wel sandstone gaat ook mee. Ook. En mijn huis ziet er nog steeds niet uit, dus we gaan alles hier beneden in chests droppen. Even kijken hoor, dit was... hier moet... Wauw, ik heb 7 arrows. Dit wordt de... hebben we nog een chest? Wacht, we gaan eerst even slapen. Kijk of de microfoon dichterbij kan staan. Ja, ik heb caps lock aan. Zo. Ik zou ook gewoon een lagere stoel moeten hebben. Team Iron Blooded, bla bla bla. Whatever. 52 chests, wow, dus er zijn echt heel veel chests. Ik zou niet weten waarom ik er zoveel gemaakt heb, maar whatever. Dit lijkt me wel een mooi plekje om in de gang te gaan. Ja, we gaan een beetje organiseren in deze video zoals ik al uitgelegd had. En ja, dat ga ik dus ook proberen aan te houden, organiseren en dat soort dingen een beetje. We gaan hier wat chests neerzetten. Wat chests. Gewoon waar je... Maar ook eigenlijk voor de flash bij me. Ik bedoel, what the fuck. Ja, ik moest even raden, dus ik heb mijn microfoon even uitgezet. Maar ja, mijn nieuwe intro. En ja, mooi. Ja, het is ook gewoon weer een template hoor. Ik bedoel, maak geen zorgen. Ik ben niet zo creatief dat ik dat zelf kan maken. Dat kan ik gewoon niet. Ik kan dat gewoon niet. Ik kan dat gewoon echt niet. Nee, dat kan ik gewoon niet. Even kijken hoor, we hebben geen stoom bij me.
En we gaan ook even wat stairs regelen, want ik heb genoeg hout zo te zien. Of misschien ook niet. Stairs. Oh, dat is nummer 5. Oh, gold. En we gaan oven. Ze zweer dat ik ook nog wel een furnace ergens zou hebben liggen. Wauw, ik ben echt best wel moe. Maar dat komt door mijn stage. Het is nogal. Wow, je kan het gewoon door slepen en vasthouden. Dat wist ik niet eens. Even kijken, hoe dan gaan we. Waarom heb ik de furnace niet hierin gedaan? Ik heb twee furnaces gemaakt. Waar is die ander? God damn it. Nou, oké, dan zetten we maar eentje in nu. Oh, who cares? We halen er gewoon die andere nog. Ja, gewoon full HD render ik dit. Want, ja. Ik bedoel, die tempel. Ik heb hem ook dat filmpje, dat voorstukje ook gemaakt, full HD. En het filmpje wordt ook dus full HD. Dus ja. Alles van de PS3 kan niet in full HD. Alles wat ik op de computer opneem. En shit, fall damage. Je hebt geen kool bij me. Vergeet hem mee te nemen. En ik weet dat ik net raw iets had. Iets raws. Van die pokeshop. Maar ik kan het niet vinden. En ik heb nog steeds mijn tools niet in mijn. Oh, wait. We moeten ook even een chest aanmaken. Tools. Nee, dat gaat niet. Hè. Dat gaat niet worden. Dit gaat hem worden. Dit gaat hem gewoon zeker worden. We gaan hier nog een chest. Of twee neerzetten. Dan gaan we naar wat. Even kijken hoor. Ja, deze. Hier komen alle tools en seeds in. En in deze komen alle cacao beans en sugarcane. Oh, kijk hier. Alles wat rauw en dat soort dingen. Weet je waar je niks mee kan. Komt hierin. Zoals seeds en dat soort dingen. En alles wat, nou ja, ja, dan moet deze ook weg, hè? Wauw. Deze moet trouwens ook weg. Meer naar achteren. Wacht even hoor, ik weet het even niet. Hier komen gewoon alle seeds en tools in, en de andere komen alle andere dingen in. Gewoon klaar, afgesproken, geen gezeik. Ja, dit kan je dan ook wel onder seeds verstaan. Saplings ook. Die gaan er ook gewoon bij, maar. Dan vind ik later wel wat voor. Ja, gelukkig. We hebben stone. Shovel. Oh, ik ben echt moe. Ik weet niet hoe het met het geluid zit. De volgende episode wordt beter. We moeten even stairs hebben. En ik heb geen dingen. Dus dat moet wel even hier craften. Jij was te veel. Dan kunnen we er 4 maken. Maar dat werkt op zich wel handig. Even kijken. Dan moet ik ze niet. Nou, ik dacht dat ik ze daar zou hebben. Maar dat was niet zo. Ah, gelukkig heb ik een ex bij me. Ja. Dit gaat goed. Wauw, Shaders mod ziet er echt goed uit. Ik moet gewoon eerlijk zijn. Ik ga daar een tutorial van maken van de Shaders mod. Maar. Het is gewoon echt heel simpel. Maar toch. Even kijken hoor. Ja, dus voor de anti-mob. Weet je, laatst was er gewoon eentje die liep gewoon zo blauw naar beneden. Wacht, nee, die viel naar beneden. Die viel hier naar beneden. Ja, toen was hij in de farm en ik dacht van. Oh, wait a second. Ja, dat was niet zo slim, hè? Dat was helemaal niet slim. Ik heb niks opgepakt, of wel? Oh ja, we hebben seeds. Kunnen niet replanten. Geef me mijn tool. Ja, zo gaat de organizer bij mij, weet je. Alles door elkaar, maar uiteindelijk is het resultaat er wel. Of dat gaat ooit komen.
Bone meal, nou ja, laat de bones bij me halen voor het geval mijn honden tegenkomen. Die zijn misschien wel handig in de. Ja, tegen mobs. En even kijken hoor. Ladder. Ja. Eten. Laten we gewoon weer even naar boven gaan. Wat zit hierin? Niks. Ja. Ga even maar hier. Fences. Ja, eten. Allemaal eten. Allemaal wat. Seeds. Oké. Okay. Weer een nieuwe wacht even. Laten we even deze tools gewoon wegbergen. Opbergen. Wow, ik heb gewoon dezelfde ding eigenlijk. Ja, maar deze staat echt al heel lang hier beneden, weet je. En die andere die heb ik pas laatst gemined, dus. Daarom zit het ook niet bij elkaar. Dus dat is de reden waarom het niet bij elkaar zit. Zover ik denk dat het zo is. Althans, ik denk dat het zo is, ja. Oeh. Even kijken, wat... Ik had weer een, ja. Die twee had ik mee. Steeds in ergens, maar we hebben nog steeds alle... Oh mijn god. Ik heb gewoon de helft gewoon hier gelaten. Oh shit. Dit wordt stone, cobblestone, gewoon stone. Stone afdeling. Dit wordt de houtafdeling. Beetje, gewoon om een beetje dicht bij elkaar. Komt het allemaal oké. Fence gate. Ja, natuurlijk horen mijn arrows bij de tools. Thingy. Moeten we niet eten? Options. Waarom? Hard. Ik heb geen mob gezien nog. Kijk, dan moesten we weer naar beneden. Oh shit. Volgens mij beweegt dat wat. Of is het een shaders mod? Whatever. Ja. Yeah. Een beetje farmen, we gaan een beetje organiseren. En dan hou ik me weer niet aan mijn regels. Dan zou dat toch wel heen moeten. Ja, goed zo. Nee, je kan hem maar één parkeren. Nee, ik was zo bang dat ik meerdere, als je hem ingedrukt zou, dat meerdere seeds erin gestopt of zo. Iets in die richting. Zo, dan hebben we weer wat cacao beans. Als het goed is. Ja, ik draai alleen maar winsten. Even kijken, de seeds gingen ook hierin. Of gingen die niet hierin? Ja, hier gingen de seeds in. Ah. Hierin de seeds in. Dan moeten ze wel onderin, weet je, organiseren. Pumpkin seeds. Wauw, kom kijk eens zoveel pumpkin seeds. Ik heb helemaal geen pumpkins. Leg maar eens uit hoe ik aan pumpkin seeds kom. App dirt. Wat moet ik aan met dirt? Ik gebruik hem geen dirt. Sand. Melon seeds. Ja, dat is heel erg loos dat ik die heb. 14 melons heb ik. Nou, die kunnen wel hierin. Twee apples, die kunnen bovenin. Raw pork chops. Die kunnen wel daar. Wow. Het ziet er echt heel goed uit. Oh, een glitch in de deur. En de man fry. Yay. Yay, een nieuwe Optifine version is available. HDUV4C. Wauw. Is helemaal beschikbaar. Dit worden zandkisten en andere bouwmaterialen.
Even kijken, moeten we even een dirt chest hebben? Ja, geweldig, doen we een dirt chest. Gelijk allemaal dirt even halen. Nog meer melons. Sugarcane's, ja, maar ja, ik moet alles gewoon even bij elkaar houden en dat komt vanzelf goed. Nog meer cobblestone. 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 Screw this. Ik ga gewoon mijn shift niet doen. Gray ball. Hout. Wall. Dirt, dirt. Cobblestone. Fans. Dat is hout, hè. Oh joh, ik dacht mijn deuren zijn weg. What? Oh ja, moet ik eigenlijk toch een keer eten. We hebben een pickaxe nodig. Pickaxe zit hierin. We hebben een diamond. Ja, we hebben een diamond. Nou, ja, we moeten dit even weghakken. Waarom ga ik hier diepte in? Ik wil helemaal niet de diepte in. Leuk en aardig dat ik daar ooit een keer de diepte in ben gegaan, maar dat wil ik helemaal niet. Ik wil gewoon zo. Dat ik me gewoon mijn spullen hier kwijt kan voorlopig. Weet je, terwijl ik ondertussen bezig ben met andere dingen, zoals mijnen en zo. Dat het allemaal netjes gesorteerd is. En dat is ook een beetje een plan van deze video, want anders zou ik het nooit doen. Kijk, er moet nog één weg. Ja, ik weet het. Er zijn mensen die het veel netter hebben. En, maar ja, oké. Okay, hoe vaak heb ik al gespeeld, weet je? Ja. Chests kunnen hier. We kunnen eigenlijk beter alle tools hier naartoe doen. Maar oké, dit wordt dan... geef die redstone. Ja, yeah, dat gaat daarin. En nog iets anders. Ja, yeah, Iron Eye Gods. Nog redstone. Oh, wacht, kan niet mee. Derp. Zo, waar is die redstone? Ik had de redstone niet gedaan. Oh, wacht. Zo. Oh, jee. Wat, in één keer begint het allemaal een beetje net te worden, weet je. Even kijken. Nou, laten we eerst even alle dingen die we hebben nu wegbergen. Opruimen. Cobblestone moet er niet uit. Zo, die uur. Ik heb ook veel van die gates gemaakt. Sticks moeten er ook in, hè. Dit was de... Oh, dit zat er nog in. Dat is waar ook. Dat gaat eruit. Gunpowder, chicken. Dat was wel cobblestone. Gravel. Ja. Zoveel chests ga ik niet nodig hebben. Geef me er eens even. Een paar mee. Dan doen we het zo. Zie je? Komt gewoon goed uit. En dan gaan we daar nog een torch doen. Ja. En dan gaan we hier de dirt in doen. En dan... Ja, hier komen de tools en armor in. Heb ik me net bedacht. Anders moet ik daarvoor ook weer helemaal speciaal een chest hebben. En dat gaan we niet doen. En we moeten even een keuken hebben boven. Straks. Doe ik wel een keer ander. Wat hebben we hier? Oh ja, dit hier. Kan ik hier doorheen komen? Wow, dat is gewoon nog open. Oh ja, ik weet alweer waarom ik dit had gedaan. Maar dat moet even dicht. ASAP. Daar is niks. Dat moet echt wel... dat moet nu even dicht. Dit was dirt chest ergens, deze toch? Nee, is dit dan dirt chest? Ja, dit is dirt chest. Ja, en dan gaan we even naar beneden. Oh, niet eens. Jee, koeien. Ik had wiet mij.
Ja, rustig aan, ik wil wel overzicht houden. Jij en jij. Ah, who cares? 13, 13, 13, 13, 13. Nou, dat worden schapenwei dan maar, hè. Nou, iedereen heeft het gedaan. Mooi, chill. Alles heb ik erbij. Dude. Iedereen heeft al gehad op zouten. Ah. Jammer joh. Er is niemand om met mee te doen. Hier, eet op. Oh, niet eens over. Ah, eet op. Nee, maar het wordt niet snel genoeg aangeleverd door mijn planten. Dus daarom kunnen jullie ook niet zoveel hebben. Niet zoveel. Nee, ik heb ze wel veel gegeven, maar ik ga niet nog meer geven hoor. Het gaat gewoon veel traag. Gunpowder. Ja, dat soort dingen zoals strings. Dat gaat ook maar in een aparte chest. Maar we zouden het even afdichten voor ik weer ergens anders mee ga beginnen. Alle fences. Geen pickaxe. Pickaxe zat hierin. Toch bijna gebroken. Jee. Zo. Ja, dit heeft lekker veel zin, hè. Hier hebben we er ook al een. Oké, net zo goed dicht gaan maken. Oh shit. Shit, 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 shit. Ik wil er een. Ja, goed zo. Hier eentje. Wacht even, nee, daar kunnen ze niet meer binnenkomen. Dus niks. Er is een deur. Dan kan weer bovenuit. Zag wel donker uit. Dan moeten we dit weer even naar de hout terugbrengen. Ja, bij de fansafdeling. Ja, dit wordt de fansafdeling. Goed idee. Goed plan. Wat een chicken. Yummy chicken. We hebben ook nog cookies bij me. Yay, cookies. Yum, 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 yum. Kijk hoor. Ja, ik weet dat ik niet veel actie in deze episode. Maar ja, het is op zich niet erg, want het is wel voor een goed doel. Dus. Heather, clay. Nog meer food. Ja, dit was een beetje de keuken, maar ja, dit is mijn algemene werk iets. Kijk, allemaal dirt, 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 dirt. Echt heel veel troep zit erin. Gewoon allemaal random. Nog twee chests. Moet ook allemaal weer weg. Opgeruimd worden bedoel ik. Niet weg, opgeruimd worden. Even kijken. We hadden deze iron pickaxe. We hebben cobblestone, we hebben dirt. Ik moet echt van die bordjes ophangen, ik kan het niet echt onthouden. Iron ingots. Clay, dat moet in deze chest, geloof ik. Snowball, ja, dit is een snowball, ik dacht dat het clay was. Eten, ja. Ja, ik moet nog een keuken maken hoor, maar ik weet het gewoon niet. Ik heb geen zin om buiten in de chest te doen, want dan moet je weer gaan zoeken voor eten en dat duurt weer zo lang. Even kijken, hier gaan de seeds in. Wheat, sugarcane. Nog meer. Ook sapling. Grijze wol, flint. Steak. Maar dit was het dan voor de als episode. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet niet te favoritten, liken, subscriben. En nou ja, dan zie ik jullie volgende upload. En dan ja, bedankt voor het kijken en
Laters.